Natasha Dalsen kwam 4 jaar geleden korfballen bij KZ Heeltex, maar verliet toen na 1 seizoen onze club omdat in Engeland haar studie nog moest worden afgemaakt. Bij haar vertrek sprak ze de woorden eens een koger, altijd een koger en beloofde ze om terug te komen. Nu is ze alweer een paar maanden in Nederland en zijn we benieuwd hoe het met haar en haar Nederlands gaat. Welkom Natasha, je bent weer terug in Kogel aan de Zaan. 4 jaar geleden was je hier ook. Heb je nog dingen onthouden van de taal en van de club? Ja, ik hou de taal. Maar in het begin was het niet zo goed, maar nu ging het beter. En ik weet veel mensen en ook nu hoe de club werkt. Oké, dus de basis heb je een beetje onthouden. Yeah. Ben je iemand die makkelijk taal leert? Of spreek je nog andere talen naast het Nederlands en het Engels? Nee, echt niet. Ik vind het echt moeilijk om een andere taal te leren. Dat is alleen Nederlands. Ja, Nederlands is natuurlijk ook best wel een moeilijke taal om te leren. Vind je het moeilijk om de trainer te begrijpen of de spelers tijdens het korfballen? In het begin wel, maar nu nee, niet zo vaak. Dus je hoeft niet heel vaak om uitleg te vragen wat een oefening bedoelt? Nee, het was soms over de kleine dingen, de detail, maar niet over de grote lijn. Ik begrijp veel meer dan ik kan zeggen. Oké, en de mensen bij KZ, praten die liever Engels tegen je of Nederlands? Ja, meer Nederlands. Ik vind dat echt leuk en goed voor mij om te verbeteren met de taal. Maar sommige mensen wil daar Engels oefenen met mij. Maar nee, veel mensen weten ik wil mijn Nederlands verbeteren. Dus alleen Nederlands praten. Dat verbeteren, dat doe je ook een beetje samen met Piet Heijn, met het oefenen. Wat voor soort oefeningen doen jullie dan? Ja, veel over de grammatica en de regel van de taalregels. Ja. Bijvoorbeeld, ik ben, jij bent en wij zijn. Alle de kleine dingen. En ook schrijven. Dus ik kan schrijven beter dan praten. Thank you. En dus je maakt oefeningen, hij kijkt dat dan ook echt na met verbeteringen en zo erbij? Ja. We kijken iets van de krant en op de internet. En hij helpt echt veel. Ja, is echt goed. En heb je nu inmiddels ook al een soort van favoriet Nederlands woord? Wat vind je het mooiste Nederlandse woord of een mooie Nederlandse zin? Ik vind gezellig echt een leuke woord. Omdat in Engels wij hebben geen equivalent. Ja, dus, ik vind het echt leuk. Maar ik vind moeilijkste woord herinneren. Ik zeg het niet goed. Herinneringen? Herinneringen. Ja, maar ik vergeet iedere keer hoe je moet uitzeggen. Ja, precies. Het is ook moeilijk met de G en moeilijke klanken hebben in Nederland. Ja, al de G en de ik kan niet mijn A. Ja, ik kan niet, maar ik probeer. Ik doe mijn best. Dus vind je het wel prettig als mensen je dan verbeteren en zeggen van nee, Natasja, zo... Ja, zeker. Vind je het nog leuk bij KZ? Heb je zoiets van, ik ben hier naartoe gekomen, ik ben nog blij dat ik er ben? Ja, natuurlijk. Het is een echte grote familie en iedereen zijn echt vriendelijk en helpvol. Maar het is echt een gezellige ploeg. Ja. Dankjewel.